Nou, ik geloof dat we weer raken ze. We hebben er weer een zootje, ja. Ik heb altijd passie voor onderwijs gehad. Raak je dat niet zomaar kwijt? 10 kilometer van opwaarts hebben wij een meetstation en daar zitten een tiental watervlooien en die controleren voor ons het water. Welkom bij het Rijnmond Nieuws. Straks gaat Tenny Tenze in gesprek met een vervent lachgasgebruiker, maar nu eerst collega Maurice Lapierre die op pad gaat met Erik Alblas, de Rotterdamse ampullenman. Zie je wat, Erik? Ja, hier ligt weer een partijtje. 4, 5, 6 keer per week rijdt hij door Rotterdam met zijn stok met magneet erop. Op zoek naar die rotpatronen. Erik zegt er soms wel 4000 per week te vinden. Als ik vanmiddag terugkom, dan ligt er vaak weer zo'n hoeveelheid. Zo snel gaat het hier. Dat gaat gigantisch, heel snel. Eriks ogen gingen open toen hij vlak voor zijn neus een bejaarde vrouw zag uitglijden over een patroon en keihard zag vallen. En die dame die kwam ten val en die is ook uiteindelijk afgevoerd met een gebroken heup. Dat was voor mij was dat de stap om te zorgen dat hier eens een keer iets mee gebeurt. Maar je ziet het, ik denk dat dit maar 1-2% is wat ik van de straat afhaal. En er ligt nog veel en veel meer. Nou, ik geloof dat we weer raken ze. We hebben er weer een zootje, ja. Ik wil het een keertje duidelijk maken dat het niet goed is dat wat hier allemaal op straat ligt in het milieu terechtkomt. Je kan er over uitglijden, fietsers als het op het fietspad ligt. Je gaat als wielrijder en je gaat er overheen, ga je gigantisch onderuit. Er zou statiegeld opgeheven moeten worden. Dat is jouw oplossing, statiegeld? Ik denk dat dat een start zou zijn. De oogst van een ochtendje, vele honderden. Vele honderden, ja. Daar gaan ze. Hey, daar gaan we. Hopsakee, klaar voor vandaag? Nee, naar huis even koffie drinken. En dan doe ik waarschijnlijk aan het eind van de middag doe ik dat rondje nog een keer. Nog een keer? Jawel. Voor me zit Diederik. Diederik is niet zijn echte naam. Diederik heeft ook gaspatronen gebruikt. En voor de privacy hebben we ook zijn stem vervormd. Diederik, ja, dat zegt ook wel iets, hè? Dat je niet met je echte naam in deze repo wil. Nee, dat is logisch. Alles draait op perceptie. En op het moment dat er een bepaalde lading is gekoppeld voor een media tegenwoordig aan lachgaspatronen van weken verkeerd gebruik daarvan. Dan wil je daar niet met je naam aan gekoppeld zijn natuurlijk. Voor me staat Dirk. Dat is een gefingeerde naam. Ja, Dirk, het is grappig, want wij liepen net naar deze locatie toe. En ja, wat zien we op de grond? Ja, zo'n slagroom ampul eigenlijk. Hè? Gebeurt zoiets nou vaak tegenwoordig, denk je? Ik zie die dingen heel vaak op de grond liggen inderdaad. Maar wat voel je eigenlijk? Nou, waar ik het altijd mee vergelijk, als je zeg maar gewoon op de bank zit en je staat snel op, dan word je altijd een beetje licht in je hoofd, weet je wel. Dan word je een beetje duizelig. Waarom gebruikte jij dat? Omdat het fucking leuk is. Zolang je het niet een hele nacht doet. Ja, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Je hebt gewoon een soort apparaatje, daar doe je dat patroon in. En aan de andere kant zet je die ballon. Het gas uit dat patroon, dat blaast die in die ballon. En vanuit die ballon adem je het gewoon in en uit. Wanneer gebruik jij zoiets? Nou, bij mij was het dan eerder op een feestje. Heel veel ratelende instrumenten. Dat maakt het leuk, omdat het voor een heel stevig echo-effect zorgt. Het zorgt voor auditieve hallucinaties. Met name is dat dan gewoon extreme echo op alles wat je hoort. Naast mij staat Brenda Riegman en zij is preventiewerker van Antis. Brenda, hoe groot is het probleem tegenwoordig met lachgas? Nou, we zien het vooral steeds meer. Ook jongeren zijn steeds jonger die het gebruiken. En we weten ongeveer uit onderzoek dat 5% van de jongeren het ooit heeft gebruikt. Maar we zien vooral bij festivalgangers, dus jongeren die ook naar evenementen en clubs gaan, dat bijna de helft daarvan aangeeft het wel te gebruiken. Maar je hebt het over jongeren en wat is dan de leeftijdscategorie? Er zijn onderzoeken vanaf 15 jaar. Maar we weten ook dat het soms veel jongeren zijn. Dan hebben we het over 12, 13 jaar dat ze het wel eens gebruiken. Kunt u me uitleggen wat er nou precies gebeurt na het inhaleren van de lachgas zelf? Wanneer je het inhaleert, dan komt het heel makkelijk het lichaam binnen. Makkelijker dan zuurstof. Daardoor kan je, als je te weinig zuurstof binnenkrijgt, zuurstofgebrek hebben. Dat is niet goed voor het brein.
Dat is een probleem. En het andere is wanneer het lachgas opgenomen wordt in de hersenen zelf, dan kan dat zenuwbeschadiging geven, omdat het lachgas een heel essentieel vitamine blokkeert, de werking daarvan blokkeert. En dat heb je nodig voor de opbouw van het zenuwstelsel. Wanneer je vitamine B12, wanneer dat niet werkzaam is, wordt de aanmaken van bescherming van de zenuwen wordt gewoon minder. Dus dat betekent dat je hersenschade op die manier hersenschade oploopt. Maar moeten we het dan van de markt halen? Dan maar een taart zonder slagroom? Of wat moeten we doen? Nou, het is gewoon heel belangrijk om iedereen te laten weten dat psychoactieve onder de 18 gewoon niet goed zijn. Daar valt lachgas onder. Dus vooral voor ons om bewustzijn te creëren bij ouders, docenten, verkopers en dergelijke. Dat het gewoon niet goed is. Tot zover de problematiek rond het gebruik van lachgas. Nu het overige nieuws. De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Ook bij SBO Hoogvliet, een school voor speciaal onderwijs, zijn ze er klaar voor. Hoe is het om vandaag weer naar school te gaan? Superleuk. Ik kan leuke dingen op school doen. En wat wil jij gaan leren dit jaar? Rekenen. En heb je al vriendjes en vriendinnetjes gemaakt vandaag? Ja, eentje zit daarnaast. Die was buiten aan mij aan het knuffelen. Nou, en weet je wat nou het leuke is? Jullie mogen zo zelf zo'n taart maken. Ook voor juffrouw Herma is het vandaag de eerste dag op een nieuwe school. Ik werkte in Schiedam en ik wilde eigenlijk al een tijdje iets dichter bij huis werken, want ik woon in Spijkenisse. Schiedam was eigenlijk niet meer in of uit te komen, met de auto niet. In de zomer ging ik met de fiets, maar dat is ook nog best wel een end. En omdat er nu zoveel tekort is, dacht ik van nou, als ik wil overstappen, is het nu of nooit, dan moet ik het nu gaan doen. En dat is dus gelukt. Dat de school vandaag weer open is, was lange tijd niet zo vanzelfsprekend. Tot de ene laatste dag voor de vakantie duurde de zoektocht naar voldoende nieuwe leraren. Alles werd uit de kast getrokken om de bezetting rond te krijgen. Heel veel social media en in onze eigen netwerken te werken, zoals bijvoorbeeld met LinkedIn. Maar ook mede dankzij het bestuur dat recruiters ingezet heeft om mensen te werven. En we zijn daarin behoorlijk ver gegaan, want we hebben zelfs Skype-gesprekken gedaan met mensen die nog op dit moment op de Antillen werken, om te kijken of zij mogelijk naar Nederland wilden komen om bij ons te komen werken. De formatie in Hoogvliet is in ieder geval compleet, maar zo gek als nu is de zoektocht naar nieuwe docenten nog nooit geweest. Een bijzondere eerste schooldag dit jaar voor meester Rob. Hij was jarenlang schooldirecteur, maar kreeg een burn-out. In aanloop naar zijn pensioen trof hij een mooie regeling, maar nu staat hij toch weer voor de klas vanwege het lerarentekort. Dit alles op de Vreewijkschool in Rotterdam-Zuid, waar hij als klein jongetje ook in de schoolbanken zat. Ik heb altijd passie voor onderwijs gehad. Dan raak je dat niet zomaar kwijt. En op het moment dat ik thuis zit en denk, en intussen zijn er kinderen die in een situatie zitten van wat gaat er vandaag weer gebeuren? Misschien kan ik daar een klein beetje een bijdrage aan leveren. De leerlingen zijn na 10 minuten al positief over de nieuwe meester. Hij is een hele lieve meester en hij heeft wel echt geduld voor kinderen. Voor het schoolbestuur is de komst van Rob een enorme opluchting. Zelfs in de eerste week van de zomervakantie hadden we onze groepsbezetting nog niet rond. Maar gelukkig met kunst en vliegwerk is het al met al gelukt en kunnen we met een voltallig team beginnen. Ik ken de praktijk en ik weet hoe het is voor kinderen als ze iedere dag opnieuw geconfronteerd worden met wie staat er vandaag voor de klas. Heb ik een meester, heb ik een juf, is die leuk, is die aardig. Ik denk dat het voor kinderen van belang is om iemand voor de klas te hebben waarmee ze vanuit een relatie kunnen werken aan goed onderwijs. De kinderen zitten eigenlijk in de klas alsof ze er al weken zitten, dus dat is een heel goed teken. Lerarentekort of niet, de kinderen in de klas lijken niet echt te porren voor een toekomst als docent. Nee. Wat ga je worden dan? Dokter. Of kapper. Dan kan ik iemand kaal scheren als die zegt dat hij kort haar wilt. Kevin Strootman staat op het punt om een 5-jaar contract te tekenen bij Olympique Marseille. De Ridderkerker speelt sinds 2013 bij AS Roma, dat ongeveer 25 miljoen euro voor hem ontvangt. Strootman begon zijn carrière bij Sparta en doorliep daar de jeugdopleiding. Op 18-jarige leeftijd debuteerde hij al in het eerste elftal. Via FC Utrecht en PSV kwam hij 5 jaar geleden in Rome terecht.
Vanwege de overstap van de middenvelder van Italië naar Frankrijk heeft Sparta recht op een opleidingsvergoeding van zo'n 4% van het transferbedrag. In dit geval zou het dus neerkomen op ongeveer 945.000 euro. Het ging deze zomer heel veel over water. Kwantiteit hebben we wel genoeg, maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? We gaan het deze week uitzoeken in een serie. De bron van ons drinkwater is rivierwater uit de Maas. En dat wordt door Evides binnengepompt vanuit de Brabantse Biesbos. Het gebouwtje wat je hier ziet, dat is het innamewerk. En als we nou nog dichterbij komen, dan zie je het water ook daar naar binnen stromen door het rooster heen. Nou, het ziet er nog niet eens zo beroerd uit. Nee, dit is Maaswater wat we op dit moment innemen, hier op deze plaats. En dat ziet er prima uit. Maar hoe weten we nou of dit water niet allerlei chemische troepen bevat? Nou, stroomopwaarts, 10 kilometer stroomopwaarts, hebben wij een meetstation. En daar zitten een tiental watervlooien en die controleren voor ons het water. En die watervlooien worden in de gaten gehouden door een computer bij een onafhankelijk laboratorium. Ja, je ziet ze hier zwemmen in een glazen cuvet, een soort aquarium. Daar wordt het gedrag van de beesten bijgehouden. Dat wordt gevisualiseerd. Je ziet hier die lijntjes. Dat wordt door een computer opgenomen. En zodra het gedrag van die beesten als gevolg van verontreinigingen snel verandert, dan slaat de computer alarm en wordt er een monster genomen wat hier op het lab geanalyseerd wordt. En wordt de inname van de Maas stopgezet? De inname wordt automatisch stopgezet op het moment dat deze monitor een alarm geeft. Er is Maaswater genoeg, zelfs deze zomer. Het is echt altijd een kwaliteitsissue van de Maas. Maas is een regenrivier en de kwaliteit varieert sterk. Het gaat hier naar binnen? Het gaat hier naar binnen en dan komt het in ons eerste spaarbekken. Dat spaarbekken heet de Geister. En daar gaat het dan vooral rusten, heb ik begrepen? Hè? Vooral de tijd nemen om tot rust te komen en langs natuurlijke weg te zuiveren. Kijk. En daar gaan we het dan morgen eens uitgebreid over hebben. Tot zover de eerste aflevering van Ons Drinkwater. Morgen een nieuwe aflevering. Morgen natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van het TV Rijnmond Nieuws. En kunt u nou niet zo lang wachten? Ga dan gewoon naar Rijnmond.nl of kijk even in de app. Tot morgen!